elke ochtendspits is het dringen geblazen, zoals hier op station Barneveld. En dat is niet alleen op het perron het geval. Dat vind ik sommige treinen echt te vol, dan kun je niet eens zitten. Soms moet je echt op elkaar staan. Dan zie ik af en toe dat de hele trein stampend vol zit. Het is niet zo verwonderlijk dat de valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen zo druk is. Want de samenwerkende bedrijven, onderwijs en 8 gemeenten willen zich ontwikkelen tot het agro-foodcentrum van Europa. Food Valley, waarin gezonde en duurzame voeding gemaakt wordt. Dat betekent veel treinreizigers. Dagelijks stappen 9000 mensen in de trein en dat aantal neemt elk jaar toe. Het is dan ook de snelst groeiende spoorlijn van het land en dat is te zien aan de overvolle treinen. Maar nu is er geld vanuit Den Haag. 7,5 miljoen euro voor 3 extra treinstellen die binnen 2 jaar gaan rijden. Dan hebben we wat meer ruimte om in de trein te zitten. Ja. En misschien kunnen ze dan ook wat vaker heen en weer. Nou, dan hoeft niet sommigen niet te staan en is niet zo vol. Oh, dat is mooi. Nou, dan zit ik zelf ook niet zo krap meer. In de toekomst wil de provincie dat de treinen vaker per uur gaan rijden. Maar daar is nu nog geen geld voor. Ik moet nu gaan, sorry.